Heel vaak is een ziekte of een chronische aandoening, dus een ziekte die maar niet overgaat, gekoppeld aan een verstrikking of een verstrengeling binnen het familiesysteem. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je met een ziekte niet naar de dokter moet gaan om het uit te laten zoeken. Maar ik zie dat in de familieopstellingen die ik geef. En ik hoor dat ook van hele beroemde familieopstellers als Stefan Hausner, die daar een heel boek over heeft geschreven. En hoe zit dat nou in elkaar? Als iemand in jouw familiesysteem niet gezien is, of erkend is, of gerespecteerd is, dan zien we dat iemand uit een latere generatie dat familielid alsnog zichtbaar wil gaan maken. Omdat dat gaat onbewust. Daar kun je bewust niets van weten of waarnemen. Omdat in het bestaan ieder mens het nodig heeft om zichtbaar te zijn. En dan kan het zijn dat jouw schildklieraandoening of jouw migraine of jouw darmaandoening, chronische darmaandoening, zoals de ziekte van Crohn bijvoorbeeld, of ook een heel een klein symptoom, een rugpijn die maar niet overgaat, of een hernia. Heel veel aandoeningen die hebben als achtergrond dat het in feite iets is wat iemand draagt uit liefde, uiteindelijk, voor iemand uit zijn of haar familiesysteem. En in een familieopstelling kan dat zichtbaar worden. Ik stel dan bijvoorbeeld de ziekte of de aandoening op, dus die wordt door een persoon vertegenwoordigt als ik de opstelling met een groep mensen doe, of die wordt door jou zelf vertegenwoordigd als ik de opstelling individueel met je doe. En dan gaat zichtbaar worden met waarmee jouw ziekte of aandoening gekoppeld is. En dan blijkt dus dat die ziekte of die aandoening eigenlijk een heel liefdevol iets is. En in zo'n opstelling, als het dan zichtbaar wordt dat waar die ziekte of aandoening voor staat, dat die bij iemand anders hoort, dan kun je die persoon bij wie het hoort respecteren en zien en erkennen. En zodra die persoon gezien, gerespecteerd, erkend is, kan die zijn eigen lot dragen en hoef jij dat niet meer te doen. En veel mensen zeggen dan, ja, maar mijn ziekte of aandoening, die is erfelijk. Maar ook bij erfelijkheid, je ziet dan. Ze noemen het erfelijk omdat je dan ziet dat het bij moeder ook al voorkwam, bij oma ook al voorkwam, bij de overgrootmoeder ook al. Maar ook dat kan wijzen op een verstrikking in het familiesysteem. Het kan zijn dat die overgrootmoeder al verstrikt was met iemand en daardoor die ziekte kreeg. En als die overgrootmoeder dat niet heeft opgelost door het te zien en te erkennen. Dan komt het weer bij een volgende generatie terecht. Mocht je daarna willen kijken, naast de check-up die je doet, natuurlijk bij je arts. Ik ben zelf ook tot 2012 arts geweest. 20 jaar lang heb ik als arts gewerkt. Maar mocht je hiernaar willen kijken naar het element van dat wat niet zozeer met jou persoonlijk te maken heeft in jouw ziekte, maar wat verbonden is met wat jij draagt uit het familiesysteem, dan ben je van harte welkom. En je kunt dan een opstelling doen live bij mij in Eindhoven. Dat kan individueel.
Of dat doe ik individueel dan. Dus dan vertegenwoordig jij zelf alle leden van jouw familiesysteem en ook de ziekte. En het kan ook online, individueel online. En het kan in de familieopstellingen dagen die ik geef. In weekenden van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags in Eindhoven. En meer informatie daarover vind je op mijn website. En die informatie schrijf ik in de beschrijving onder dit filmpje. En als je op de hoogte wil blijven, kun je ook abonneren op mijn nieuwsbrief. Ik heb ook een podcastaflevering gemaakt over familieopstellingen, wat die kunnen doen om verstrikkingen zichtbaar te maken bij chronische ziekten en aandoeningen en ook bij allergieën. En dat is aflevering 36 van mijn podcast Van Pijn naar Zijn. En ook naar de pagina waarop al mijn podcastafleveringen staan. Die link die zal ik vermelden in de beschrijving onder dit filmpje. Misschien tot ziens. Je bent in ieder geval van harte welkom.